kijkers en leuk, jullie kijken naar weer de tweede AZ-vlog. Ik ben nu onderweg naar de FIFA Game Experience met Sven de Ziel, Jeremy Helmer, middenvelder slash aanvaller van AZ en Aristot Ndunu, e-sporter van AZ. En Aristot, kan jij een beetje kort uitleggen waar we precies naartoe gaan vandaag? We gaan zo meteen naar Utrecht, Hoge Katrijnen, voor de release van FIFA 18. En je bent e-sporter van AZ, kan je even kort vertellen aan de mensen die je niet kennen, wat houdt dat in? Ja, daar ben ik altijd kort maar krachtig over. Super simpel. Ik ben professioneel FIFA-speler. Dus profvoetballer, maar dan op het digitale veld. En dan kom je ook uit in een soort eredivisie voor gamers, de E-divisie. En wat zijn je verwachtingen aan komend seizoen daarvoor? Ja, meedraaien met de top. Je FIFA-rating in FIFA 18 is 61. Wat vind je daarvan? Ja, een beetje laag, want ik was vorig jaar ook al 61. Ze hebben me geen upgrade gegund, maar... Ik denk dat ze die wedstrijd laatst tegen NAC nog niet hebben meegerekend. Maar speel je vaak zelf FIFA? Ja, ik speel vaak FIFA. Gewoon thuis heel vaak met mijn broertje en bij AZ af en toe. En, dus, en die andere jongens die spelen ook wel in het team? Ja, we spelen wel in het spelen zo en spelen we tegen elkaar. Dus er is ook wel veel concurrentie? Ja, iedereen vindt zichzelf de beste. En wie is echt de slechtste speler? De slechtste speler? Ga ik toch voor Owen Wijndal. Owen Wijndal, die kan het niet zo goed. Jeremy Helmer die heeft zijn oude ploeggenoot ook gevonden. Ze zijn hier achter me bezig met een potje FIFA. AZ. Jawel, AZ. Je team is mee doet. Ja. Ricciano komt op 1-0. Luis Suarez. Ja. Check het toch? Ga ik Cavani de penalty? Ja. 1-1. Rietje, druk, hij moest een andere wedstrijd spelen, denk ik. Wedstrijd is bijna in 1-1. Ja, in de 24e minuut volgens mij. Wie ik ook hier in Utrecht tegenkom is geen voetballer, maar het is wel een bekende, zo'n Ronnie Flex. Ja, elke dag. Elke dag? Ja, maar elke dag. Dus en nu FIFA 18 bevalt het? Ja, het bevalt zeer goed. Ik ben blij dat ik hier deel van uit kan maken. Dat ik hem al 4 dagen, 5 dagen voor de release kan spelen. En maar het gaat lekker. Ik heb alles gewonnen tot nu toe. Ja, dus het gaat lekker. Veel plezier. Dankjewel. Jeremy gezien tegen Timo. En ben je bang voor Jeremy? Nee. Niet bang voor Jeremy? Nee. Jeremy, ben je bang voor Arie? Normaal ben ik nooit bang, maar het was een beroep op een soort van. Dus, Heb je zijn wedstrijdjes gezien in die divisie? Ja, een paar wel. En wat vond je ervan? Ja, goede speler. Hij is wat anders dan mijn vrienden natuurlijk. Maar dat zie je toch? Ja, denk je dat je kan pakken? Dat zie je. Eerste keer FIFA 18. Ja, maar... Thank you.
Aristot, voor welk team heb jij gekozen? Barcelona. Barcelona. Ik voelde tussen AZ en Barcelona, maar dan krijg je weer dat gezeik. Weet je. Ah, ja, ja. Jeremy, welke ben jij? Ik ben Paris. Paris. We gaan het zien, jongens. Jeremy versus Aristot. Aristot, hoe vind je hoe Jeremy het doet? Goed, man. Maak je nu 1-1? Komt het goaltje? Het is een goal. Goal laatst zo. Tweede kans, 1-0 voor Aristot. Tegen de verhoudingen. Naast mij in Utrecht staat Jonna Vreese. En speel je zelf vaak FIFA? Ik speel zelf vaak FIFA, dagelijks. Ja. En nu kan je FIFA 18 uittesten, wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk, maar het is wel moeilijker dan FIFA 17. Maar het is wel leuk. Vind je moeilijk, hè? Ja, moeilijker. En tegen wie heb je al gespeeld? Ik heb en zo. Ik heb gespeeld tegen Ems. Ja, van Broederliefde? Ja, van Broederliefde 1-0 verloren. Ja. Ik heb gespeeld tegen Axel, 4-1 gewonnen, je weet zelf. En ik heb tegen Dylan een potje gespeeld en dat is gelijkspel. De dag in Utrecht zit erop. Wat vonden jullie ervan? Ik heb het leuk. Ja, ik vond het top. Het was gezellig. Jullie hebben nog een potje tegen elkaar gespeeld. Hoe liep dat af? Ja. Het liep af dat hij gewonnen. Want bij 5-5 wist ik een penalty in de laatste minuut. Werd verlenging. Maar zeer onterecht overwinning voor hem. Ja. Maar wat is uiteindelijk de stand? 8-5 voor wie? Voor jou. Oké, ja. Hij heeft goed gespeeld. En wat vonden jullie zelf verder van FIFA 18? Het ziet er goed uit. Ja, ik vind het een mooie game. Ik ben wel tevreden. Ja. Helemaal goed. Nou, succes aankomend jaar. Jij in de E-divisie en jij in de Eredivisie. Dankjewel. Top. De dag zit erop en dat is meteen het einde van deze vlog. 8 november, dan zijn we er weer. Tot dan.